Vandaag meditatie 26. En het voelt voor mij als het begin van één groot feest. Ik werd wakker vanmorgen. Het was weer vroeg, 3:01 dat ik ben beginnen te schrijven. En iets in mij zei: het is veranderd. Het is veranderd. Er is geen grip meer. Er is geen grip meer door macht. Door anderen over ons leven. Misschien kun je het nog wel voelen. Maar als je echt bij jezelf uitkomt, zul je merken dat je steeds meer jezelf mag en kunt zijn. En ik wist niet wat van onderwerp er naar boven zou komen. Maar nu ik het teruglees, het is niet zo'n heel lang verhaal. Nu ik het teruglees, klopt het allemaal. En staan we op het punt dat alles de goede kant opvalt en wij het doorzien. Het thema van vandaag is: alles valt samen. Eindelijk mogen we jullie de grotere dingen laten voelen en laten zien. Alle dingen vallen als één grote puzzel op zijn plek. Kijk ernaar en lach. Lach en geniet van de eenvoud die je zult zien. We laten vandaag in de meditatie een aantal energetische schijven over elkaar draaien, zodat alles op zijn plek kan vallen. En je gevoel weet waar de echte waarheid ligt en wat er mee mag gaan gebeuren. Om het uit te leggen, zie dat er 7 schijven aan een pen zijn verbonden en ze draaien allemaal met een verschillende snelheid. Nu beginnen ze allemaal af te remmen of te versnellen, zodat de gaten die in die schijven zitten zichtbaar worden en van boven naar onder exact hetzelfde zijn. Nu kun je van bovenaf door alle lagen heen kijken en is er geen rad meer dat je voor ogen wordt gedraaid. Je doorziet het gewoon. 3:08 was de tekst klaar. En ik maak er een prachtige meditatie van, zoals altijd. Ik voel ook de kracht in mijn handen, die ik heel vaak voel als ik de meditaties neerzet. Dus jullie kunnen mijn aura constant waarnemen. Het is mogelijk dat er heel veel gaat gebeuren de komende paar dagen, omdat we al richting 10, 17, 20 januari lopen. En mijn gevoel zegt dat er heel veel zaken inzichtelijk worden voor degene die het wil zien. En deze tekst van vanmorgen, die ik met automatisch schrift telkens krijg, wijst al heel duidelijk in de richting. Ga lekker zitten. Neem je tijd om bij je gevoel te komen. En jouw gevoel is het belangrijkste en het sterkste dat er is. Het is jouw waarheid. Jouw gevoel
is al heel sterk uitgezuiverd. En met jouw uitgezuiverde gevoel kun je merken dat jouw bron steeds zuiverder wordt en is. En dat vele angsten in de loop van de weken al zijn verdwenen. En alle gekkigheid van buitenaf die ons wordt aangereikt, zal je meest waarschijnlijk op een hele andere manier bereiken. Voor sommigen misschien nog wel wat heftig, maar voor velen al zachter, al lieflijker. En ik vraag je om je te gronden op een van de manieren zoals ik je heb mogen aanreiken. Of op een heel eigen manier. En belangrijk is dat je visualiseert dat jij een goede verbinding hebt met Moeder Aarde. Met Moeder Aarde. De belangrijkste bron van onze wetenschap. Moeder Aarde, die niet liegt. Die af en toe een beetje teleurgesteld is in de mensheid. Maar Moeder Aarde, die ons heel graag wil helpen in de ontwikkeling naar een nieuwe tijd. En visualiseer een pen of iets waar 7 schijven aan zitten. En die schijven zijn straks uiteindelijk allemaal identiek, maar draaien allemaal met een eigen leven, een eigen snelheid, zodat jij niet kunt zien dat ze hetzelfde zijn. En de onderste schijf is de schijf van Moeder Aarde. En voel dat je contact mag maken met deze schijf. En deze schijf mag je begeleiden naar de voor jou passende snelheid dat hij draait. Dat kan stilstand zijn, maar dat kan ook een hele rustige, mooie draaiing zijn. En zie dat er een gatenpatroon in zit, waarmee jij van bovenaf door deze schijf kunt kijken. Voel maar. En we gaan met onze aandacht naar onze geesteswereld. De wereld om ons heen die wij niet snappen, nog niet. Van entiteiten, van overledenen, maar ook van ons overleden planten en dieren, die op een of andere vorm nog bij ons aanhaken. En deze tweede schijf
deze tweede schijf mag je ook heel voorzichtig laten afremmen of versnellen. Zodat hij in dezelfde snelheid komt te draaien als de onderste schijf. En je zult zien dat alle gaten exact over elkaar passen. Voel de rust die het gaat uitstralen. En we gaan verder. Wij gaan naar de wereld zoals die ons voorgehouden is. Een wereld waar het niet een echte wereld is. Een wereld van manipulatie. Je voelt dat de schijf die erbij hoort met een enorme snelheid aan het draaien is, waardoor je er geen doorzicht in kunt krijgen. En af en toe maar een heel klein stukje kunt zien. Ook deze wereld en deze schijf waren in het verleden functioneel. En voel wat er gebeurt met die schijf, nou ik, en of jij er aandacht op zet. Voor mij voelde het of die schijf niet meer aangedreven wordt. En dat hij heel voorzichtig, vrij snel zelfs, aan het afremmen is. Zich een beetje schaamt, zou ik zeggen. En uiteindelijk in een heel rustig tempo doordraait. Voel maar. En voel maar dat je uiteindelijk de snelheid van de onderliggende schijven aanneemt. Dat je er dwars doorheen kunt kijken van bovenaf. Voel maar. Voel maar. Het voelt voor mij alsof het met politieke lading of iets te maken heeft. Ik kan dat niet helemaal benoemen. Maar het maakt niet uit. We gaan heel voorzichtig naar de vierde schijf. En de vierde schijf wordt constant gevoed en aangejaagd. Het is net alsof die nog harder, nog sneller, nog meer, nog. En van als je daar niet aan meedoet,
dat het niet gaat. The rat race of the world. Simpel uitgelegd. We moeten met de snelheid mee om er niet tot stilstand te komen. En ook deze schijf koppelen we af. Deze schijf laat los. En begint ook heel voorzichtig uit te rollen. Uit te rollen waarin je voelt, ik moet niets meer. Ik moet niets meer. En als je voelt dat je de schijf even moet helpen om af te remmen, doe het. Rem hem maar verder af met je eigen kracht. En laat hem weer los, zodat je kunt voelen dat hij niet meer op kracht wil komen. Voel maar. Dat hij heel blij is. Dat hij geen snelheid meer hoeft te maken. En voel ook dat je doorheen kunt kijken. Dat je kunt zien dat niets meer hoeft. Het mag. En voel ook dat nu deze schijf tot stilstand is gekomen, jij bij jezelf uit kunt komen. En we gaan verder. We gaan verder naar de vijfde schijf. De vijfde schijf is een kosmisch licht. Een kosmisch licht dat zich aan wou passen aan ons als mens. Maar het snapte niet dat het niet bij onder kon komen. En deze schijf kun je heel rustig plaatsen en aanpassen, zodat alle licht er door kan vallen tot op de bodem. En we gaan verder naar de zesde schijf. En de zesde schijf zijn jouw intelligenties, jouw ondersteuning, jouw innerlijk weten en de communicatie vanuit de tweede externe hersenlaag. En je hoeft er niets voor te doen. Alleen de aandacht erop te zetten
de energie die daar vandaan komt, door kan zakken door alle onderliggende lagen. Zet ook deze schijf in de juiste positie. Je voelt alles doorzichtelijk is. Dankjewel. We gaan verder. We gaan verder naar de zevende en laatste schijf. Een prachtige schijf vanuit de hogere kennisbronnen. Vanuit de kosmische wereld. Die heel graag met ons willen samenwerken. De schijf stond al bijna in een goede positie. Doordat de onderste vier nog te sterk in beweging waren, onafhankelijk van elkaar, had het geen nut om deze goed te laten staan. En nu? Nu mag die goed staan, waardoor alles aan informatie wat voor jou passend is, van boven naar onder, door alle schijven en lagen van jezelf, schijven staan voor de lagen, mag doorzakken. En voel maar. Voel maar dat alle informatie om je heen gefilterd is in zuiverheid, eerlijkheid, oprechtheid en passende kennis. Voel maar. Probeer te voelen de schijven, de lagen. Misschien is het voor jou een hulpmiddel door het boven je hoofd of onder je voeten te projecteren en te kijken, te ervaren of je er helemaal door kunt. Helemaal door kunt. Dus bij je eigen zuiverheid en intelligentie te kunnen. Alles om jou heen ga jij met deze techniek doorzien. Lach erom. Lach erom. En ik weet hoe belangrijk of het is om het met een lach een positieve flow te geven. Hoe wij voor de gek worden gehouden. Hoe onze wereld een gemaakte wereld is. Lach erom. En zeg bedankt. Voor het grote feest dat zich nu aan het openen is. Een feest, een wereld van in- en doorzicht. Een begin van de prachtige nieuwe tijden. En als je goed om je heen kijkt, zie je nu elke dag een systeem wat in de oude tijd anders functioneerde dan waar we nu mee bezig zijn. Bedankt voor je aandacht. Bedankt voor alle berichten die ik van jullie heb mogen ontvangen al. Bedankt dat ik jullie mag helpen
om deze boodschappen in de wereld te zetten. Bedankt ook dat je het al mag delen. Geniet en tot een volgende keer.